vond dat ik nog meer aan de bal moest komen. Wat ik dan aan de bal deed was wel aardig, maar ja, ik moet nog meer in balbezit komen, vind ik. Wout Heemskerk, we staan hier na een 1-1 uitslag tussen VVSB en VVOG. Hoe kijk je terug op de wedstrijd? Ja, ik denk aan onze kant de eerste helft zeker niet goed. Geef veel te veel kansen weg en zeker ook in duels hebben we gewoon ja, veel te veel laten liggen. Ja, tweede helft herpak je het dan iets en scoorde 1-1, maar dat is niet best aan onze kant vandaag. Had er meer in gezeten? Nou, ik denk dat we het maximale eruit halen. Ik denk zeker tweede helft dat we veel duels winnen. Maar voetballend moet het gewoon veel beter. En hoe gaan jullie dat aanpakken, dat verbeteren? Ik denk, ja, we trainen goed en ik denk dat er steeds meer voetbal in moet gaan komen. En dat moet erin gaan slijpen. Dus dat moet elke week beter. Hoe kijk je terug naar je eigen prestatie vandaag? Ik ben altijd wel kritisch, denk ik. Ik vond dat ik nog meer aan de bal moest komen. Wat ik dan aan de bal deed was wel aardig, maar ik moet nog meer in balbezit komen, vind ik. Je stond vandaag ook weer op middenveld. Je hebt de laatste week ook aan de linkerkant gestaan. Hoe kijk je daarnaar? Ja, ik doe natuurlijk wat voor het team het beste is op dit moment. En ik ben natuurlijk ook gewoon blij dat ik kan spelen. Maar middenveld is wel echt mijn plek. En het liefst sta ik nog op 10 ook. Dus ik denk dat ik daar ook het meeste van waarde kan zijn voor dit team. Dus het liefst sta ik op 10. En volgende week Sparta-Nijkerk. Hoe kijk je daarnaar? Ja, een mooi potje, maar ik denk dat wij daar gewoon de nodige punten moeten pakken. En dat is een concurrent van ons op dit moment, dus ik denk dat gewoon alle moed weer bij elkaar en daar met 100% naartoe gaan. Aan het zien, dankjewel.